Heeft ze al ergens een knoop over doorgehakt? Nou, zoals ik zei, we zijn over een aantal onderwerpen stevig in onderhandeling. Maar iets is pas af als het echt af is. Maar een knoop, dus bijvoorbeeld over het asielbeleid, echt een beslissing nemen? Wij zijn in onderhandeling en in onderhandeling betekent het dat heel veel dossiers met elkaar samenhangen. Dus dat je eigenlijk nooit een dossier af hebt. Het blijkt wel dat dat er vertrouwen is in ieder geval om eruit te komen als u nu al aan het onderhandelen bent. Ja, als er geen vertrouwen was, dan zou ik echt adviseren om vandaag te stoppen. Dus deze partijen proberen echt samen een kabinet te vormen. Ik heb al eerder gezegd, het zijn partijen die uit hele verschillende hoeken komen met hele verschillende partijprogramma's. Dat is ook de reden waarom je op onderwerpen vaak heel veel rondes nodig hebt om verder te komen. Omdat de verschillen gewoon heel groot zijn. Dus die onderhandelingen gaan soms ook heel stevig. De sfeer is ontzettend goed, maar dat wil niet zeggen dat die onderhandelingen niet vaak stevig gevoerd worden. Nee, maar is er bereidheid om naar elkaar te luisteren en toe te geven? Er is zeker bereidheid om naar elkaar te luisteren. Anders kom je ook nergens. Dus dat gaat heel erg goed. Maar ja, niet alles gaat heel gemakkelijk. Dat is evident. Er is zo'n moment dat je elkaar in de ogen moet kijken. En moet zeggen van oké, we gaan dit dus echt doen. Is dat moment al gekomen? Nee, we zitten nu in het moment dat we nog een heleboel onderwerpen aan het bespreken zijn. En op een aantal onderwerpen al echt in die onderhandelende fase zitten. Er is nog geen verloving afgekondigd tussen de vier partijen. Ach, ik weet niet of verlovingen nog echt van deze tijd is. Ik denk dat we aan het eind gaan samenwonen of niet. En hopelijk geen latrelatie.